wat er vooraf ging. Beseffen ze zich dat het niet de allerbeste plek is om daar toe te gaan als Yennefaan. Halt! Yennefanen zijn hier niet welkom. Prima. Ik sla niet zomaar een gevecht over. Op naar de arena. Nu Leon, de koning van Zera, heeft verslagen, staat er nog maar één ding in de weg. De kroning. Maar niet iedereen in Zera is zo blij met de nieuwe koning. Vele fanatiekelingen proberen de kroon voor zichzelf te behouden. Blijkbaar is er in mijn afwezigheid een nieuwe koning verkozen. Hoe heb ik dit onopgemerkt kunnen laten gaan? Laten we eens kijken wat die kerel te bieden heeft. Maar andere mensen bieden maar al te graag hulp in bizarre en donkere tijden. Wat slaat dat bed goed zeg. Wat had ik vandaag op de planning staan? Dat was tuinieren? Nee, niet tuinieren natuurlijk. Geen koekjes pakken, dat... Nee, daar heb ik ook nog niemand voor die dat kan doen. Wat was het ook alweer? Oh ja, wacht! Ik weet het weer. Het was mijn kroningsdag, of... Mijn kroning, daar heb ik echt wel veel zin in, om eerlijk te zijn. Ik denk... dat we eens even wat spulletjes bij elkaar moeten verzamelen, als we nog wat... Koning, de gasten zijn er. Ja, ik kom eraan. Dankjewel, Tessa. Geen probleem. Moest ik ook zonder jou. Goed, waar zijn die mensen? Ze liepen net via de poort binnen, dus ze zijn nog op tijd. Oké. Laten we maar gewoon lekker naar de eetzaal toe gaan om daar alles voor te bereiden. Er zijn genoeg taarten, toch of niet? Zeker. Oké. Nou, fijn om te horen. Eens even zien, waar gaat iedereen zitten? Hier mogen de mensen... Wie staat er voor... Demi? Leon? Aangegroet! Fijn dat je er bent, maar waarom sta je er achter bovenop? Want je hebt daar niks te zoeken, Demi. Hoezo heb ik daar niks te zoeken, Leon? Daar mogen alleen de leiders komen van de elementen. Nou, Leon, bij deze. Aangenaam. Demi, leider van het element water. Gefeliciteerd. Hoe heb je dat geflikt? Nou ja, toen ik uit de kerkers werd gehaald door jou, ben ik dus naar de bibliotheek gegaan om te kijken wie de leider was van water en hoe het allemaal in zijn werk gaat. En die mag jij wel niet zijn dan? Wie ben jij dan? Dat durf je naar mij te vragen, zien jullie dat niet? Wie zijn jullie in godsnaam? Een vieze Yennefaan hier op Zeria's grondgebied. En jij bent een kantaan zo te zien aan je ogen. Oh. Ja, wat is daar mis mee? Nou, ja. Met jou niet heel veel, maar met hem wel. Hoezo met hem dan? Hij is hier ook gewoon jouw koning. Jij kent het hele geschiedenis van Zera niet eens, jongeman, dus stil jij. Nou, ik weet genoeg eigenlijk. En een beetje respect voor je koning. Koning? Hij ga maar buigen voor mij. Hij is helemaal. Oh, wel. Danny, genoeg van deze ont. Wat? Dit is inderdaad jouw koning. En die man daar. Waarom? Wat mij dat niet vertelt dan? Dit zijn vanaf vandaag Zerianen. En vanaf vandaag wordt deze man gekroond tot koning. Dat kan niet eens. Dat kan toch niet, Jody? Hoe kun je hiermee akkoord gaan? Hij is een vieze Yennefaan! Pardon? Yennefaan is punt 1 geen Zeriaan en de sterkste van Zera op dit moment. Want je vorige koning is verslagen. Ja, die oude koning die was toch niks waard, nee. Maar dit? Hoe dan? Wil je mij het tegendeel gaan bewijzen dan? Of zo, hè? Denk je dat je mij aan kan? In een 1 versus 1 niet, nee. Maar jij hebt mijn hulp straks echt wel nodig, hoor, jongeman. Dat gaan we dan nog wel zien. Tirza, laat de gasten naar binnen en zet ze op hun plek. Ik heb geen zin in dit geruzie. Iedereen, u kunt rustig gaan zitten. Jeetje, nou, laten wij maar de middelste stoelen pakken, Leon. Ja, precies. Dan moet ik naast hem gaan zitten, zeker? Ja, schuif hem maar aan. Niet op, anders kun je gewoon de zaal verlaten. Dan hoef je er niet bij te zijn. Dat maakt jij niet uit. Jij noemt je een volwassen man? Jeetje. Dat ben ik ook. Ik kan beter die baat van je afscheren. Jongens! Iedereen graag stilte voor de hertog. Hertog? Ah, Leon, dat is onze hertog. Oké. Dames en heren, als hertog van Zera neem ik het genoegen om jullie kennis te laten maken met de nieuwe koning van Zera. Vandaag zijn jullie bijeengekomen voor de plechtiging van de sterkste steden uit Zera. De elementen geven kracht aan de strijden. Daarnaast is hij niet
de enige die verkozen is. Een ander nieuw gezicht is te zien in deze kamer. De vertegenwoordiger van water, heer Demi. Goed, dames en heren. Ik voel me als een vis in het water hier in Zera. En daarnaast zal ik ervoor zorgen dat we ons hoofd boven water zullen houden. Dank u. Goed. Mooi speech. Doordat de elementen kracht geven aan de strijder, zal hij zegen vieren. Ons leider zal met een vurige hand gaan leiden. Vuur is het element van wilskracht en doorzettingsvermogen. Als de verhalen moeten geloven, dan zal u een einde maken aan de tiran van onze buurman, koning Somal. Dat gaat zeker kloppen. Daar gaan we voor. Boven het zelf. Mag ik naar voren komen? Jij mag naar voren komen, ja. Ah, fijn. Dankjewel. Dit ga ik even van dichtbij bekijken, hoor. Prima. Moet ik hier staan, trouwens? Ja, dat is goed. Oké. Laat de elementen met u zijn. De krachten van de elementen zijn verzameld in één meesterwerk. De helm der samenhang. Dit is een kroon voor een ware leider. Geen gouden kroon voor een welvarende koning. Een kroon voor de kracht van de drager. Tal op, koning der Zera. Leon, heerser der vuur. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Oh man, die helm. Het is echt verschrikkelijk. Echt even iets om aan te wennen. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar moet je dat ding ook op als je gaat slapen dan, Leon? Nee, dat ga ik niet doen. Het wordt wel iets wat ik op mijn nachtkastje ga neerzetten. Ja, oké, dat is wel iets moois inderdaad. Maar hier is de bar, geloof ik, dus zullen we weer even naar binnen gaan? Ja, hier is het ingang, toch? Ja, daar is de deur. Oh, lekker warm hier. Ja, het is lekker warm binnen inderdaad. Vuurtje staat aan, er is niks beters dan een lekker vuurtje en een goed café. Ja, wil jij wat te drinken trouwens? Ja, hey, barman, wat heb je? Ik heb bier. Oh, bier, dat is wel goed, denk ik. Komt u maar door, dank u. Geen probleem. Oh, even lekker slokje. Oh, lekker. Fantastisch, dankjewel, barman. Ah, geen probleem. Zo. Maar, Demi. Ja. Om eerlijk te zijn, hè. Ik denk dat we het wel echt goed hebben gemaakt, zo hoor. Ja, we zitten gewoon echt van executie naar ja, top van Zera. Het is echt niet te geloven, Leon. Dat is het beste wat ons heeft kunnen gebeuren. Ah, Jordi. Wilt u ook een biertje? Ja, lekker man. Oké. Hey Jordi, goed je weer te zien, man. Goed! Hey jongens, goed heren. Goed koning. Ja, ik wil je nog even persoonlijk bedanken voor alles wat je gedaan hebt. Oh, geen probleem. Danny, ja, het was hartstikke fijn dat je tussen ons en Danny kwam. Ik was net van plan om van zijn bek te slaan. Ja, alleen dat moeten we niet hebben. Ja, dat is nodig. Hij had het wel verdiend, Leon. Hij had niet zo'n grote mond hebben en helemaal niet tegen mijn koning en beste kameraad. Dat dacht ik niet. Hm. Ja, hij ging te ver. Ja, ik had trouwens nog een vraag, hè, jullie. Want je leeft hier natuurlijk al langer dan vandaag. Klopt. Hoe zit het nou met die oorlog die hier plaatsvond een paar jaar geleden tussen Jenava en Zera? Want jullie bleken hier dus al veel langer te zitten, of niet? Ja, dat klopt. Ik was erbij. Onze manschappen dachten dat de Jenavaanse schepen ons land zouden bezetten. Vandaar dat we terugpochten. Oké, ja. Maar vanaf dat moment trokken de Jenavaanse troepen richting Zera en vaagden dus jullie fort weg, of niet? Ja, en zwarte dag in onze geschiedenis van Zera. Maar vanaf vandaag, de dag, staan wij er een paar beter voor. We hebben nu ook een noordenfort en een havenstad in het zuiden. Prima locatie als je het mij vraagt, al zeg ik het zelf. Maar hoe zijn jullie eigenlijk aan die resources gekomen? De Empire zit hier toch? Ja, dat klopt. We hebben het ook alles gebruikt wat hier is. Empire hebben we gewoon spullen van gepakt en daar hebben wij dit van weten op te bouwen. Empire? Zijn jullie gek geworden? Echt wel? Nee, niet echt. Want dit land is er al meer dan 10 jaar geen Empire gespot. Dus we hebben niks te verliezen. Dat kan uiteindelijk nog wel eens een probleem gaan worden, hertog Jordi. Dat klopt. Maar Leon, ik heb nog een taak voor u. Een taak? Heeft u wel eens gehoord over de tempels der elementen? Nee, nog niet. Maar voordat ik überhaupt in Zera ben gekomen was het... Ja, de term elementen nog helemaal onbekend. Ja, ik ken het ook niet. Nou, laat me het uitleggen. Er zijn een aantal van de tempels verspreid door Zera. Deze tempels bevorderen de krachten van het element. Dus het is een aardetempel, vuurtempel, etc. of niet? Precies. Wow. En u wilt u zeker dat ik deze tempels bezoek? Niet per se. Ik wil de locaties van de aardetempel weten. En vandaar dat ik u hulp wil.
Oké, okay, maar als ik het dus goed begrijp, zijn deze tempels zijn niet... Ja, het staat niet ergens in een boek of zo waar ze zitten. We moeten ze echt vinden. In een beep heb ik de locaties gevonden, maar dat boek is gestolen. We weten alleen dat de rover zich in Mura heeft ondergebracht. Okay. Wat zijn die rovers in Mura? Zijn ze geweest, ja, maar die hebben we weggebracht. Oké, okay. Dus wij moeten het boek zien te vinden. En dan kunnen we aan de locatie zien te komen van de aardetempel. Maar jij leeft hier nou al een lange tijd. Ja, en je hebt nooit dat boek zelf gezocht of zo. Ik kon het niet vinden. En voordat ik hem kon vinden in die gigantische bibliotheek van ons, is die gestolen door die rover. Maar goed, nou dan heb je die tempel. Wat kan je met die tempel? Wat heb je daaraan? En waarom zou ik jou helpen? Wat schuift het mij op? Wellicht een antwoord op de grootste vraag die er in Sierra schuilt. En wat is die vraag? Nou, of het misschien mogelijk zou zijn om te kunnen sturen met element met je geest. Wat? Ik ben gearriveerd in Zeraa.